Ja, ja, daar ben ik weer. Daar ben ik weer. Ik ben weer live. En misschien voor de trouwe kijkers die zien het al. Ik ben vet groot in beeld. Moet je opletten, jongen. Ik heb iets gedaan. Boom! En nu zit ik weer mooi in het hoekje. En hier ben ik weer in het groot. Ik dacht, dat is wel leuk voor een intro, dat jullie mij iets groter zien. Maar ja, dan zien jullie ook weer iets meer pixels. Als ik mijn microfoon iets meer hier inzet... Dat ziet er net wat beter uit. Dat ziet er net wat beter uit. Maar welkom allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze livestream. Vandaag ga ik weer spelen op mijn free-to-play account. Wat dat inhoudt is gewoon free-to-play. Dus ik geef geen geld uit. Alleen maar gratis. Dus het is gewoon een account waar ik helemaal geen geld op uitgeef. Maar we gaan strijden tot de max. Want in de Brawl Pass kan je natuurlijk allemaal rewards vrij spelen. En als ik nu naar opdrachten ga, heb ik ziek veel opdrachten. Ik heb bijvoorbeeld voor Grom dat ik 1000 tokens kan krijgen. En ik heb ervoor gezorgd dat ik vet voor opdrachten bijna voltooid heb. Dus we gaan al deze opdrachten voltooien. Dan gaan we heel ver in de Brawl Pass komen. En dan gaan we dus heel veel rewards krijgen. Dus dat is erg lekker. We krijgen bijvoorbeeld in premie en belegering kunnen we natuurlijk ook nog opdrachten doen. Premie, belegering, die zijn er alle... Oh nee, premie is 1,5 uur. En belegering is er ook. Gewoon, oké, okay, dus dat kunnen we gewoon de hele tijd gaan doen. Het gaat goed komen. We gaan ziek voor rewards openen. En hopelijk kunnen we een knokker krijgen in deze stream. Zou mooi zijn. Maar als jullie zin hebben in deze livestream, doe even dat duimpje omhoog. Als we uiteindelijk 1000 likes kunnen halen, dan zou het top zijn. En vergeet ook niet te abonneren. Want dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan kan je ook nog eens reageren op deze stream. Is dat nou even mooi? Maar ik zal mezelf er even klein in het hoekje zetten. Ja, nu zit ik mooi klein in het hoekje. En dan zal ik even een teamcode gaan aanmaken. Dan moet ik trouwens eventjes... We zullen een knokbal beginnen. We doen wel even knokbal. En dan zal ik die teamcode even in de chat zetten. Teamcode. En dan zet ik hem daar neer. 7-2. En dan zet ik hem vast boven in de chat. En dan kunnen jullie gewoon de hele tijd dezelfde code gebruiken. Heb ik hem trouwens nu goed? TKQK7. Ja, oké. Okay. Bericht vastzetten. Hij staat vast. Kan je mijn naam zeggen? Armin, leuk dat je aan het kijken bent. Tuurlijk kan ik je naam zeggen. Ik kan alleen niet de naam van iedereen zeggen. Want dan wordt wel heel veel van het goede. Maar we hebben twee mensen. Shadows is gejoined. En we hebben Gieten. Met 2 G's. En die zit in een Bowser Army. Alleen niet in de officiële. Maar hij zit wel in een Bowser Army. Dus daarom vind ik hem al een baas. Bowser Army, code Bows. Oh, wat een baas. Degene die deze clan heeft opgericht. Je bent een legend. Hij is co-voorzitter. Dus hij is wel een van degenen die het heeft opgericht. Dus je bent een legend. Lekker man. Maar laten we nu maar even knokbal gaan doen. En dat ga ik natuurlijk doen met knokkers waarmee ik opdrachten kan voltooien. Zullen we beginnen met Sprout? Van Sprout heb ik nog 2 opdrachten. Trouwens, was bijna vergeten. We gaan eerst even de rewards openen die we hier hebben staan. Of ze, nee, weet je wat? We gaan eerst tot de 40. Als ik de 40 heb gehaald, dan ga ik alle rewards openen. Dan hebben we ook een megadoos erbij. En dan gaan we weer verder daarna. Dus eerst even die megadoos. Daarna gaan we alle rewards openen. Dus we gaan eerst hier even een potje doen. Moet ik trouwens wel even de knokken selecteren. Sprout. Yes. En Ginte, welke knokken moet jij kiezen? Ik zal even kijken... Minste trofeeën. Eentje die niet heel hoog is qua trofeeën, maar die wel gewoon prima is. Ik zal wel even Colonel Ruffs voorstellen. Dat is wel een goede knokker. En niet al te sterk. Dus dat is ook mooi. What's the flanks? Joran, ik kan niet alle namen van iedereen zeggen. Ik, Joran, zeg gewoon fans. 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 Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi de Nederlandse benaming ervan. Ja. Als ik het inderdaad gewoon in het algemeen zeg. Gewoon al jullie namen tegelijk. En dan gewoon onder fans. En dan is het klaar. Ja. Oké, nee, maar ik moet even geconcentreerd spelen. Want we moeten hier even gaan winnen. Trouwens, we hebben 2 throwers. Ik weet niet of dat eigenlijk het slimste is. Maar als wij ze meteen gaan killen, dan kan dat prima. Oké, top. Dat was eentje. En dan moeten we die bus eigenlijk gaan hebben. Dan hebben we 2 kills. Ja, nice. Oké, en dan hebben we hier ook een gat door een muur. Dus dat is ook lekker. Als we die brawler kunnen killen, dat is helemaal lekker. En dan kunnen we nu al misschien gaan scoren. En... Ah, no, net niet. Helaas. Oh, is iedereen nu dood? Wat? Echt iedereen in mijn team was in 1 keer dood. Gewoon volgens mij in 1 shot gewoon. Dat was wel vrij bizar, om eerlijk te zijn. Hier weer even een hit. Ja, top. Dan is die dood. Moet hier even uitkijken voor die Tara. Maar die gaat ook dood. Ja. En dan kunnen we misschien nu weer gaan aanvallen. Dit is wel een beetje lastig dat we 2 throws hebben. Eigenlijk moet je gewoon in team L met dit soort knokkers altijd 1 tank erbij hebben. Dan zou het goed kunnen komen.
Maar het zou natuurlijk nog steeds goed kunnen komen. Die Tara, geen idee wat die mee bezig is. Maar dit is in principe wel chill. En dan kunnen we hier deze nu killen. Oké, shit, ik ben helaas wel dood. Het is een spannend potje, maar we blijven doorstrijden. En dit is in principe wel goed. Want we hadden ook als opdracht met Sprout damage doen. En dat doe ik nu momenteel wel heel veel. Ik doe echt gigantisch veel damage. Dus dat is lekker. En oh, dit ging nog maar net goed. Oké, misschien dat we nu kunnen scoren. Want ze zijn nu bijna allemaal dood. En ja, oké, ik heb hem nog gekild. Dat scheelde niet heel veel. Misschien moet ik gewoon iets met mijn muur gaan doen. Maar ja, dat heeft natuurlijk met de grond niet zoveel nut. Dus dat maakt dan niet zoveel uit. Oké, ik kan hier nu even mijn muur neerzetten. En dan ga ik hier even hits doen. En gaan we hem daar kunnen pakken. Ik zal hier even pasen naar het midden. Ah, we hebben wel controle, maar het gaat nog niet heel lekker of zo. En om het echt door te pushen, dat wil nog niet echt. Maar misschien nu. Je weet het nooit, hè? Oké, top, dat was een goal. Eigenlijk moet die Leon hier nu weggaan. Dat doet hij. Ja, Leon is zeg maar een bus. Ja, het is geen echte Leon. En hier... Oh, nee. Nee. Kan ik hem nog hebben? Oh, dat scheelde niks. Die Tara, die moet nu dood. En gaat hij nu dood? Of Tara is al dood door Shadows. Oké, dat is top. Ik zal hier even een muurtje neerzetten. En... Oh, nice. Hij heeft mijn muur niet kapot gekregen. Oh, dit is echt spannend potje. Oké, als we deze winnen, hebben we misschien al genoeg trouwens qua punten... om die megadood zo meteen te kunnen openen. Oké, die Tara gaat nu ook dood. Ja, top. En dan moet ik nu misschien kunnen scoren. Dus dat zou mooi zijn. En ik moet zorgen dat ik die schoten ontwijk. En dan hier. Ja hoor, hoppatee. Nice, oké, die zat er lekker in. Ik wil meedoen, zegt Vuurkan. Ja, dan moet je mazzel hebben, want iedereen wil meedoen. Bovenaan de chat staat de teamcode. Via die teamcode kan je joinen. En met een beetje mazzel doe je dan mee. We hebben bijna 24 vijanden al verslagen. We hebben echt vet veel opdrachten. Als ik deze twee opdrachten nog voltooid, heb ik het gewoon al gehaald. Maar we hebben 500 tokens erbij. Dus dat is lekker. Dan zijn we nu bij de 39. Oké, nog eentje. En dan ga ik alle rewards openen. Trouwens, voor de nieuwe kijkers, doe even dat duimpje omhoog. 2000 likes, zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken. Natuurlijk, als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ik doe vandaag gewoon lekker met iedereen één potje. Dus we gaan gewoon wel weer lekker door naar de volgende. Zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Dus ja, dan ga ik nu door naar de volgende. Shadows en Ginte, dank jullie wel voor het meedoen. Dan ga ik jullie er wel uitzetten. Maar dan zijn we met Young Boy en met Kevin Peffin. Kevin Peffin 5.0, jongen. Oké, en hoeveel trofeeën? 20.000. We moeten trouwens nog wel even een potje knokbal doen. Want we moeten nog even wat kills maken in knokbal. En we moeten eigenlijk ook nog een potje spelen met Sprout dat we die winnen halen. Maar we kunnen ondertussen ook wel met een andere knokker even een potje doen. Weet je wat? Ik ga met Grom een potje doen. Als ik met Grom nog één potje win... dan heb ik gewoon die 1000 tokens. Dat is wel nice. En ik heb Grom nog op de 0 trofeeën. Nu denken jullie, huh? Hoe kan je dan 9 wins hebben gehaald? Nou, dat doe ik dan in deze maps. In die maps van Map van de Dag kan je heel makkelijk wins halen vaak. Dus even knokkers voorstellen. Oeh, heeft hij alles... Oh nee, hij heeft niet alles kracht level 1. Ik dacht even, heeft hij alles kracht level 1? Dat is niet het geval. Even kijken. Wat heb jij? Kevin Peffin. Die mag Gil zijn. Of Ems is ook goed. Stoer is ook goed. Maar ik zal Gil voorstellen... En dan zal ik hier Gif voorstellen. Dat is op zich ook wel een goede knokker. En als we deze dus winnen, heb ik 1000 tokens erbij van Grom. En dan heb ik ook nog met een beetje mazzel 5 kills gemaakt. Hebben we nog 500 erbij. We hebben 1500 in één keer erbij. Dat is wel echt ziek. En we hebben nog zoveel opdrachten meer te gaan. Ja, dit wordt wel echt een lijpe video. Nou, een lijpe livestream, zo moet ik het zeggen. Nancy zegt, heb Leon gekregen uit de knokdoos. Dat is wel echt lijp. Als dat echt zo is, dan is dat echt insane. Ik heb volgens mij nog maar één keer in mijn hele Brawl Stars carrière... een legendarische knokker gekregen uit de knokdoos. En dat was toen ik eigenlijk nog maar net Brawl Stars speelde. Volgens mij had ik toen Spike gekregen uit de knokdoos. Dat was echt vrij bizar. Dan kunnen we hier Levi killen. Nee, boom. Oh, en heb ik hem nu gekild? Nee, ik heb hem niet gekild. Kevin Peffin heeft hem gekild. Oké, maar misschien gaat hij nu wel scoren. Dat zou wel nice zijn. Want dan hebben we in ieder geval die 1000 tokens. En dan gaan we hierna die rewards openen. Maar oké, we hebben nog niet gescoord. Maar nog niet heel veel aan de hand. Kan natuurlijk nog goed komen. Ah, oh, jongen. Ik doe zo weinig damage met mijn grom. Als je het vergelijkt met mijn grom op mijn hoofd te koud. Ja, dat scheelt wel redelijk, zeg maar. Ik ben nu alweer dood. Dus dat is een beetje jammer. En Kevin Peffin,
Die doet het goed. Ik vind de naam wel mooi. Kevin Peffin. Oh, hier is een Sprout. En kunnen we die nu hebben? Ja, 1000 damage per hit. Dat is zo ontiegelijk laag, jongen. En dan moet je echt gewoon 5 hits doen voordat je iemand een beetje kan killen. En oké, nu die Sprout misschien. Dat zou mooi zijn. Ja, kijk, dan doe ik weer een hit. Maar dan heb ik hem nog lang niet dood. Nog lang niet gewoon. En nu dan een kill. Nee, nog steeds niet. Ik zal hier even mijn super neerzetten. En nu heb ik eindelijk die Sprout. Hehe. En kunnen we nu scoren? Je kon die bal erin lopen, maar het gaat alsnog goed. Oh, top. Oh, top. Oh, top. Oké. Als we dit potje dus hebben gewonnen, 1000 tokens erbij. En hebben we zo meteen een mega dood. En dan ga ik dus de rest van alle dozen ook openen. En dan hoop ik dat het goed gaat. En dat we zo meteen even een knokker krijgen. Dat zou mooi zijn. Ik zag even dat ik wat levens erbij heb. En dan gaan we hier nu aanvallen, aanvallen, aanvallen. Ja, eindelijk weer een kill. En die Sprout kan dit niet meer verdedigen. Nee, die kan dat niet meer. Top, dan hebben we deze ook gewonnen. En dan hebben we 1000 tokens erbij. En dan gaan we nu even de eerste rewards openen. Ik heb 3 kills gemaakt, maar dat is niet voldoende. Dus we moeten zo meteen nog een knokbalpotje doen. Maar we gaan nu mijn rewards openen. We zijn nu bij de megadoos. Nu kost het trouwens 600 tokens per pad die je moet voltooien. Dus dat is wel redelijk. Maar met een beetje mazzel, met alle opdrachten die ik hier nog heb staan, gaan we wel de 51 halen. En dan heb ik nog gewoon 2 megadoos verderop in deze stream. Maar laten we eerst maar de rewards even bij langs gaan. Eens kijken of we iets kunnen krijgen. Zou mooi zijn. En ik weet al trouwens, die krachtpunten ga ik inzetten op Shelly. Want ik wil eigenlijk 1 knokker upgraden naar krachtlevel 10. Want als ik dan een krachtlevel 10 knokker heb, kan ik ook gears krijgen. En dat is heel erg nice. En het is gewoon nice om 1 knokker krachtlevel 10 te hebben. Dus daarom ga ik nu Shelly upgraden. Maar grote doos. 53 coins. Dat is te veel, wou ik zeggen. Maar we hebben een item. Oké, nu mogen jullie gaan stemmen wat het gaat worden. Jullie mogen gaan stemmen. Wat gaat het worden? En dan mag het een gadget zijn. Gadget, sterrenkracht of een knokker. Dat kan natuurlijk ook. Ik zie de hele chat al losgaan, maar ik ga nu een poll indienen. Dus jullie kunnen nu gaan stemmen. Spike, Joekel die zegt Spike, Appelflappen die zegt ook Spike. Dat zou wel ziek zijn. Gewoon een legendarische knokker. Dat zou echt insane zijn als dat gaat lukken. Ik hoop het wel, ik hoop het wel. 51% van de stemmen zegt nu momenteel dat we een knokker gaan krijgen. Trouwens, doe nog even dat duimpje omhoog voor de nieuwe kijkers. We hebben bijna de 500 likes. En ik weet zeker, bij de 500 likes zit hier een knokker in. Let maar op. En trouwens, 39% denkt ook dat we een gadget gaan krijgen. Nu 37%. Maar de meeste mensen denken nog steeds een knokker. Het is wel iets omlaag gegaan, maar de meeste denken nog een knokker. Oké, ik hou jullie en mijzelf niet langer in spanning. Ik ga hem openen in 3 seconden. 3, 2, 1. En het is een gadget. Oké. Het is een gadget. Maar we hebben nog veel meer rewards. Wie zei er net een beetje gadgets? Dan moet ik even teruggaan. Hier. Gideon, die zei gadget. Gideon, je hebt gelijk, jongen. En hier, Ryan, die bouwman, die zei ook gadget. Jullie hebben gelijk. En degene die allemaal knokken zeiden, jullie hebben niet gelijk. Nee, maar dat is ook logisch dat we een keer een gadget krijgen. Maar de gadget van Brock is trouwens wel nice. Want Brock heb ik op mijn hoofdaccount al een keertje gepusht. Maar om een free-to-play account natuurlijk dus nog niet echt. Maar ik had nog geen gadget, dus dat is mooi. Dan heb ik nu 1 gadget van Brock. Ik vind die andere persoonlijk nu net wat chiller, omdat deze echt veel minder goed is geworden in de loop van de tijd. Maar hey, het is in ieder geval mooi dat we er één hebben. Maar laten we verder gaan met het openen van rewards. 10 edelstenen erbij, dus dan hebben we momenteel 131. We hebben 170 nodig om de volgende Brawl Pass te kunnen kopen. Dus daar zijn we nog niet, maar we zijn goed onderweg. Volgende grote doos. Nee, geen resterende item. Dan hebben we nu nog een knokdoos. En de kans dat je daar iets uit krijgt is wel heel klein. En dan hebben we nu nog een grote doos. En die kans is ook wel klein dat we daar iets uit krijgen. Maar dan hebben we nu een megadoos. En dat zijn de dozen die je wil hebben. Hopelijk zit er iets in. Joran, doe je flexbril op. Ik heb mijn flexbril hier niet liggen. Nee, helaas, helaas. Anders had ik het zeer zeker wel gedaan. Ja. Ik doe trouwens even de batterij van mijn camera uit te laden. Want ik zie dat die nu vol is. 7 resterende items, zegt Mootje Gaming. Dat zou wel lijp zijn als we inderdaad 7 resterende items hebben. Voor de nieuwe kijkers, vergeet nogmaals niet dat duimpje omhoog achter te laten. Wordt gewoon gewaardeerd als support op deze stream.
Maar laten we nu maar gaan openen. Hopelijk 6 resterende items of meer. Dat zou ook goed zijn. Maar we hebben er 6. Nice. Oké, weet je wat? Dan ga ik nog een keer de poll doen. Nu mogen jullie nog een keer gaan stemmen. Dus gadget. We gaan opnieuw, hè. Dus sterkracht. Kracht. Of knokker. En dan mogen jullie dus weer gaan stemmen wat het gaat worden. Dit is wel echt heel erg nice. Gewoon 2 speciale items nu al in deze stream. Dus dat is lekker. Maar we krijgen nog ook allemaal krachtpunten. Ik hoop op Shelly als krachtpunten. Want Shelly heb ik al level 10. Maar helaas. Nee, kracht level 9 heb ik Shelly. Nog niet kracht level 10. Maar dikke prima. We hebben een boel. Dat is ook goed. Weet je, kunnen we die binnenkort een keer gaan upgraden. Het is nu iets meer verdeeld. Gadget heeft nu 29% van de stemmen. Sterrenkracht 19 en knokker nu 52. Maar het verspringt ook de hele tijd. Dus wat ik nu zeg, is zo meteen alweer veranderd. Gadget zegt Stan. It's your boy. Raffi die zegt ook Gadget sowieso. Cobra Kai die zegt sterrenkracht. Oké, we gaan het zien. Ik hoop een knokker. Ik hoop een knokker. En ik hoop een legendarische, maar ik ben er bang voor. Maar we gaan erachter komen in 3 seconden. 3, 2, 1. En het is een sterrenkracht. Wie zei sterrenkracht? Dex die zei sterrenkracht. Oh, maar dit is trouwens wel heel erg nice. Dit is een sterrenkracht voor Shelly. Want Shelly heb ik natuurlijk kracht level 9. Maar daar heb ik dus nu ook dus beide sterrenkrachten voor. Volgens mij had ik al 1 sterrenkracht. Of had... Nee, ik had nog geen sterrenkracht. Dus dat is mooi. Dus dan heb ik nu mijn eerste sterrenkracht voor Shelly. Had ik voor een andere knokker al wel een sterrenkracht? Of is dit überhaupt mijn eerste sterrenkracht op mijn free-to-play account? Dit is überhaupt mijn eerste sterrenkracht. Ik heb nog geen 1 sterrenkracht gekregen. Dus dit is mijn allereerste. Dus dat is wel echt nice. Dit is wel echt ziek. Oké, nice. Dan hadden de meesten van jullie niet gelijk. Want de meesten hadden knokker of gadget gestemd. Maar ja, nu gaan mensen op sterrenkracht stemmen. Maar dat is te laat. Dat is te laat. Maar we gaan lekker door. Want we hebben zometeen nog veel meer rewards. En we gaan als een raket door alle opdrachten heen. Ik moet even dat ik kills moet maken. Weet je wat? Ik doe even een potje met Buzz. Krijgen we weer 500 tokens erbij. En als we dan 2 kills maken, dan hebben we alweer 1000 tokens erbij. Dus bijna bij elk potje die we nu gewoon even goed spelen, krijgen we daarna weer een doos of een megadoos of een knokdoos. Dan krijgen we gewoon weer rewards. Maar Youngboy en Kevin Peffin, dank jullie wel voor het meedoen. Was mij een groot genoegen. Maar ik ga jullie er wel uitzetten, want dan kunnen weer nieuwe mensen mee gaan doen. Richard Boy en Crodino. Oké. Hij heeft best wel wat trofeeën. 19.000 en 22.000. Zo even niet een al te hoge knokker selecteren. Maar als je hangt vanaf, wat is de laagste? Byron of Pam zijn zijn laagste. Byron is op zich best wel prima. Dus dan moeten we een knokker rond de 300 trofeeën hebben. En dan zou ik wel voor Lou gaan. Lou is ook een prima knokker. En dan gaan we eens kijken of we met dit team ook kunnen winnen. En wat hebben we hierna? Stel, ik krijg die 1000 tokens. Dan zijn we al volgens mij 2 paden bijna weer verder. En dan krijgen we dus knokdoos en nog die krachtpunten. En dan gaan we al richting die megadoos. Daar hebben we nog heel even geduld voor nodig. Maar dat gaat vanzelf goed komen. Wat is de teamcode? Boven in de chat staat de teamcode. Dus met die teamcode kan je joinen en kan je meedoen. Maar ja, die kans is wel klein dat je mee kan doen. Dus ga er niet meteen automatisch vanuit dat je meedoet. Want ja, de kans bestaat ook dat je heel lang niet mee kan doen. Want er zijn best wel wat mensen die proberen te joinen. Oké, maar nu ga ik even gefocust spelen. We moeten tegen Tomar en Tomar. Ja. En wij zijn geen Tomars. Oké, ik moet hier even eigenlijk mijn super laden. Als ik mijn super heb, dan kan ik wat. Maar nu kan ik nog niet zoveel. Oké, top. En nu moet ik hier even uitkijken. Maar nu kan ik hier aanvallen. Ja, dat is ook lekker. En dan kan ik hier even aanvallen. Top. En dan gaan we nu misschien al scoren. We hebben daar een Nita. Nee, we gaan nog niet scoren. Oké, maar ik kan nu even mijn super hier laden. En als ze bij elkaar blijven lopen, kan ik hun allemaal tegelijkertijd aanvallen. Dat zou misschien kunnen. En... Oh no. Net niet. Dat was het proberen waard. Dat was al lijp geweest als dat was gelukt. Heb ik dan meteen bijna alweer mijn super? Ja, ik heb meteen weer mijn super. Dus dat is wel even chill. Kan ik ze alle 3 tegelijk? Oh, ze liepen net weg van elkaar. Dat is dan wel weer jammer. Oh, ik had ze nu wel. Oké, dan moet ik ze even uitkijken. Ja, Buzz is wel echt chill. Maar die opdrachten met kills maken in knokbal, die heb ik nu sowieso wel gehaald. Ja, dat is geen probleem meer. We kunnen hier weer even mijn super inzetten. Ja. En daar ging mijn teamgenoot. Dus dat is weer een beetje jammer.
En hier even oppassen, want ik ga hier bijna dood. Nee! Oké. Hier even uitkijken. Oh, nee! Oh, shit, mijn super, die werd precies gecanceld door zijn schot. Want ik deed mijn super in en die Bibi die raakte me net met zijn home run, waardoor ik achteruit werd geslagen. Dus dat is een beetje balen. Oké, misschien dat we nu kunnen scoren. Dat zou mooi zijn. En... hier heb ik mijn super, ja. Dankjewel. Oh, die Tomar. Nee, dat gaat niet lukken, want die heeft zijn super. En zo'n grif met super, die krijg je echt niet zomaar dood. Want dat, ja, die super doet echt superveel damage. Oké, top. Ik ben nu wel dood, maar ik heb wel gekild. Oké, dit gaat nog best wel lastig, man, dit potje. Maar aan de andere kant, we maken wel veel kills, dus dat is wel erg lekker. Maar volgens mij met Buzz moeten we dit potje wel winnen. Dus dat zal wel even chill zijn. Oké, top. Ik heb weer mijn super. En dan zal ik hem inzetten op die Nita. En ja, ik heb hem. Ik kan hier weer mijn super inzetten. Ah, dan ga ik nu net dood. No! Oké, mijn teamgenoten schiet die bal weg. Gaat dat nog goed? Oké, dit kan ik nog verdedigen. Dus dat scheelt, scheelt. Oh, no. Ah, no, ze scoren nog. Oké, we hebben nog 17 seconden, 15 seconden om hier nog iets van te maken. Gewoon meteen naar voren. En dan mis ik mijn... Oh, super. Nou, dan gaat dit hem niet meer worden. Dit gaat hem niet meer worden. Maar qua kills gaat het hem wel worden. Of ik ga nu nog scoren. No! Als hij met zijn super had geschoten, was het misschien nog gelukt. Nee, maar we hebben in ieder geval één opdracht gehaald. En dat is de opdracht in knokbal. Dus dan hebben we in ieder geval daar 500 punten ervoor bij. Dus dat is in ieder geval lekker. Krijgen we nog knokdoos. Even snel openen. En dan zometeen krachtpunten, knokdoos, edelstenen en dan weer een megadoos. Maar we gaan even andere game mode doen. Want we hebben natuurlijk meer game modes. Duo Showdown moet ik zo meteen nog even doen. Maar gevarenzone kunnen we ook 1000 tokens in verdienen. Dus ik ga nu wel even gevarenzone doen. Dit evenement is alleen voor clubleden. Oh, dit is deze game mode. Oké, dat is een beetje balen. Maar daar krijgen we wel vet veel tokens bij. Oké, dan ga ik even verlaten. Ras, B-Boy en Crodino, dank jullie wel voor het meedoen. Was me een waar genoegen. Mag ik een shout-out? Shout-out, jongen. Ik ben fan, ze zijn allebei fan. Leuk om te zien, leuk om te zien. Maar ik ga nu wel even verlaten. En dan gaan we even gevarenzone doen. En dan ga ik met teamgenoten spelen. In gevecht. Zijn het clubgenoten, bedoel ik? Zijn er clubgenoten die nog moeten vechten? Ja, nou niet echt. Ah, weet je wat? Ja, ik weet niet zo goed. Ik wil eigenlijk spelen met teamgenoten. We kunnen eerst even duo showdown doen. Want daar heb ik ook twee opdrachten. Doe ik even snel dit. En dan gaan we even zorgen dat we hier even die punten gaan halen. En dan zorg ik even dat ik hem weer ga halen met Buzz. Dit is zo'n leuke map. Want je kan gewoon bam naar voren. En dan kan je heel makkelijk kills maken. En heel makkelijk gewoon zorgen dat je trofee gaat halen. Dus dat is wel echt heel erg lekker. Oké, kijk, gewoon super. En ik denk dat ik nu al best wel wat kills heb gemaakt. En ik heb al een win. Dus dat betekent dat we alweer 500 tokens erbij hebben. Ik heb 2 kills gemaakt, dat valt mee. Maar die opdracht met Buzz hebben we gehad. En we hebben in Duo Showdown dan die gevecht gewonnen. Dus dat zijn weer 1000 tokens erbij. En dan komen we nu alweer in de buurt van die megadoos. Kijk, zo snel kan het gaan. Deze punten even op Shelly. Knokdoosje. En dan hebben we de opdracht met Buzz dus ook al gehaald. Ik doe wel even... Wat zullen we doen? Ik doe wel even Bull. Zullen we Bull doen? Ja, doen we even een puntje met, of een potje met Bol. Ik doe even snel die duo showdown opdrachten. Of dat kan eigenlijk ook wel met jullie. Weet je wat? Ik doe zo meteen weer even een code in beeld. Die oude code kan trouwens zo meteen weg. En dan ga ik met jullie even deze game mode doen in duo showdown. Want dan kan je zo makkelijk, zeg maar, wins halen en kills maken. En heb ik nu weer een kill. Ik ben in ieder geval in de top 2, dus dat is mooi. En kunnen we... Oh, huh? Hij nam net die teleport. Wat? Oké, komt hij nu weer uit? Ja, hij komt nu hier weer uit. Dus dat is mooi. Oké, nou, we hebben wel verloren. We hebben wel verloren. Maar ik zal eventjes dit bericht losmaken van teamcode. En dan laat ik nu gewoon even een teamcode in beeld komen. Dus dan kunnen jullie joinen. Dan gaan we gewoon even duo doen. Even zorgen dat we snel wat opdrachten gaan voltooien. Want dat is echt nice. Straks knokdoos Leon. Dat zal wel echt heel erg nice zijn als dat gaat gebeuren. Hoe gaat het? Mootje Gaming zegt dat. Het gaat goed, Mootje Gaming. Hopelijk gaat het met jou ook goed. What? Yo, we zijn met Messi, Real Dutch. Die heeft toch gewoon rank level 35, Leon. Dat is wel echt insane. Dat is wel echt lijp, man. Nice gedaan, Messi. Dat is wel heel erg ziek hoe je dat voor elkaar hebt gekregen.
Ja, ik wel. Ja, nou, het is niet echt handig om gewoon een potje te doen. We kunnen wel even een mensenknokker doen. Wat zullen we doen? Even 8-bit. Of nou, weet je, ja, dat is prima. Gewoon even een lagere knokker, want anders zit je heel lang te wachten. Eigenlijk voor niks, en dat is ook een beetje zonde. Oké, laten we nu maar gaan spelen. En dan gaan we eens kijken of we kunnen winnen met de bol. En trouwens, had ik nu net... Ik had al gewonnen met de bol. Dat is dom, dan heb ik helemaal geen opdracht meer met de bol hier in Duo Showdown. Maar dat maakt niet uit, want we moeten nog wel kills maken, want die opdracht heb ik nog wel. Ik heb alleen geen idee of ik nu kills heb gemaakt. Ja, dit was echt chaos. Nee, ik heb geen kills gemaakt. Maar ik moet even andere knokken selecteren. Die edelstenen kan ik trouwens claimen. En dan hebben we hierna een mega doos. Ik doe wel even Rosa. Doe ik nog even snel één potje met Messi. En dan gaan we door naar de volgende. En dan hebben we een mega doos. Let's go. Dan zijn we echt gigantisch hard gegaan. Gaat Messi met Barley spelen? Huisvrouw Barley, dat is wel echt een mooie skin. Ja, huisvrouw Bla Barley, ik weet niet. Op de een of andere manier, het lijkt wel een soort van trollskin vanuit Brawl Stars of zo. Vanuit de makers die denken, nou laten we echt een rare skin releasen. En dan denken ze, nou we doen wel huisvrouw Barley. Ik weet, zo komt het echt over. Oké, maar let's go! We gaan nu eventjes geconcentreerd spelen. En even zorgen dat we hier gewoon even kills gaan maken. Ja, heel geconcentreerd spelen kan hier eigenlijk niet. Heb ik mijn super nu? Ik heb mijn super. Ik krijg alleen heel veel hits op mijn bakkers. En ga ik nu een kill maken? Nee. Of ik heb één kill gemaakt. Dat zie je uit aan uitschakeling. Dus dat is mooi. Maar we hebben wel weer een potje gewonnen. Dus we hebben een megadoos. Dat is mooi, dat is wat je wil hebben. Dus we zijn echt super snel vooruit gegaan. Ik wil eigenlijk die 51 ook nog halen, die megadoos. En 52 zou ook wel chill zijn, want dan hebben we nog 10 edelstenen erbij. En dan hebben we echt bijna gewoon genoeg edelstenen. Meteen volgend seizoen om de Brawl Pass te kopen. Maar laten we nu maar een megadoos openen. En hopelijk krijgen we weer 6 resterende items. Wat denken jullie? Wat gaat het worden? En voor alle nieuwe kijkers, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. Kunnen we misschien zo meteen de 1000 likes aantikken. Zou nice zijn als dat gaat lukken. Oké, maar ik ga drukken. Trouwens, Benjamin, jij zegt 5 resterende items. Jij hebt er niet echt vertrouwen in. Kijk, Maxime, die zegt 8 resterende items. Dat zou mooi zijn. 8 resterende items. Oké, nee. Degenen die 5 zeiden, die hebben wel gelijk. 5 resterende items. Laat er dan in ieder geval Shelly in zitten. Nee, we krijgen 50 keer Buzz. Wat ook prima is, maar geen Shelly. Maar zometeen hebben we nog een megadoos, dus dat gaat helemaal goed komen. Wat zullen we gaan doen? El Primo hebben we vijanden verslaan. Jesse. Ik wil eigenlijk nog even in Duo Showdown die opdracht halen. Maar dan moeten we natuurlijk even die opdracht voltooien. Weet je wat, dan doen we even gewoon Duo Showdown. Niet in deze, want dit is wat minder leuk. Ik krijg geen trofeeën erbij en dat is wat lastiger. Wat zegt Messi? Wat gebeurde er? Wil je misschien nog een pot? Want deze potjes zijn heel kort. Oké, dan doen we gewoon één potje met Messi normaal. En dan gaan we door naar de volgende. Want inderdaad, die potjes duo, dat kan je net zo goed alleen doen. Want dat is gewoon springen en dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar oké, ik moet nu even focussen en zorgen dat ik even wat kills ga maken. Dat is even belangrijk. En volgens mij was de opdracht met Jesse ook kills maken. Nee. Gaat die Mortis nou alles jatten? Stomme Mortis. En dan komt er nog een Brock. Oh, het had zo lekker kunnen lopen, het begin van dit potje. Maar dat loopt toch even wat anders. En oké, ik heb nu een probleem. Oh, no. Oh, man. Oké, dit ging niet heel lekker. Wat was de opdracht met Jesse trouwens? Ja, ook kills maken. Dus als we met Jesse gewoon wat kills maken, dan kunnen we die opdracht voltooien terwijl dat we ook duo spelen. Maar Messi, sorry, je hebt nu wel een paar potjes gedaan. Ik ga je nu wel kicken, want er kunnen weer andere mensen joinen. Ik vind het nog steeds lijp dat je rank level 35 Leon hebt gehaald. Dus dikke shadow naar jou daarvoor. Maar we zijn met Brawl Lord Wii? Oh, trouwens, ik moet die teamcode natuurlijk even in beeld laten komen. Ik zal de vorige even losmaken. Of kan ik dat nu niet doen? Ik zal even teamcode weer inmaken. X... 23HVGJ. En dan staat hij weer nu zometeen boven in de chat. Ja. Oké, dan gaan we nu even spelen. Hij heeft gewoon rank level 10 Lola. Dus dat is wel echt heel erg lijp. Maar ik wil... Nou ja, trouwens kan ook wel. Die heeft die onder de 500 trofeeën. Dan gaan we op deze manier even spelen. Gaan we eens kijken of we weer kunnen winnen.
En of we zo meteen die megadozen kunnen vrijspelen. Ja, dat gaat sowieso wel lukken. Maar dan hoop ik dat we daar wel even een knokker uit krijgen. Joran, kijk je Wie is de Mol? Ik heb de eerste aflevering deels gezien. Ja, ik heb de eerste aflevering wel gezien. Helemaal. Maar ik weet nog niet of ik het helemaal ga volgen. Maar dat is even zien. Dat is iets voor later. Ik vind het wel leuk. Maar wat ik altijd bij Wie is de Mol heb, is zo van, je kan het toch niet weten wie de mol is. Want ze monteren het zo dat je het nooit kan weten tijdens het kijken van Wie is de Mol. Dus dat vind ik het enige nadeel. Maar voor de rest, ik vind het wel een leuk programma. Dat is dus mijn enige nadeel. Oké, ik moet even gefocust spelen en iets minder over Wie is de Mol gaan praten. Want ik ben al dood. Brawlord Wii, die leeft gelukkig nog. Dus dat is mooi. En er wordt ondertussen gevochten. Als ik op deze manier door ga spelen, gaan we natuurlijk geen kills maken. Of misschien die Rosa nu. Of die Jessie, dat zou mooi zijn. Ik kan die Rosa misschien hebben. Ja, nice. Oké, dat is chill. Even mijn super neerzetten. Oké, nice. Dan hebben we in ieder geval 1 kill. En met een beetje mazzel kunnen we nog meer kills maken. Dat zou mooi zijn. En ja, oh, daar was hij bijna dood. Ik gok hier gewoon een beetje. En er was weer iemand. Ja, en als ik nu gamen... Oh, als ik hem nu raak, dan is hij dood volgens mij. Ja, 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 ja. Top, dat is weer een kill. Oké, top. Dan hebben we nu 2 kills erbij. En dan moeten we nog wel een paar kills erbij. Maar dat kan wel gebeuren. Zal ik hier mijn super gooien? Ik had hem daar bijna. Maar nog net niet helemaal. Bijna telt niet. Oh, nice. Dankjewel. Dat was ook weer een kill. Oké, hier even oppassen. En oké, ik heb niet de kill gemaakt. Maar we hebben 3 kills gemaakt. En we hebben gewonnen. Dus dat is mooi. We moeten nog 2 kills maken. Ik doe trouwens even opnieuw spelen. Dan hoop ik dat hij het ook doet. Want we hadden nog 1 opdracht van opnieuw spelen drukken. En dan kregen we nog 250 tokens erbij. Dus ik hoop dat hij opnieuw spelen drukt. Nee, oké, dan moeten we door naar de volgende. Maar Brawlord Wii, wel dankjewel voor... Of wel bedankt voor het meedoen. Ik ga nu wel door naar de volgende. En we zijn met... K-Bye. Of zo, ik weet niet of ik het goed uitspreek. 4 kills, Joran, niet 3. Nou, ik dacht net wel 3 te zien. Maar maakt niet uit, 3 of 4. Het was in ieder geval niet genoeg om de opdrachten te voltooien. Ik zou even een knokker voorstellen. Even eentje. Belle is wel goed. Die heeft hij ook nog wel op een redelijk krachtlevel. Dus dat is wel even nice. Wil je mijn naam zeggen, Sven? Sven, leuk dat je aan het kijken bent. En iedereen anders natuurlijk ook leuk dat je aan het kijken bent. Trouwens, met degene waarmee ik nu speel, als je dit kijkt... zorg dat je zo meteen even op opnieuw spelen drukt. Want dan kunnen we even 2 potjes doen. Want dan voltooi ik meteen nog een extra opdracht erbij. Want ik heb als opdracht nu ook dat ik 10 keer opnieuw spelen moet drukken. En dat was ik een beetje vergeten. Maar als we dat 1 keer dit potje doen, dan hebben we die ook gehaald. Ik zal even hier naar het midden gaan. Met een beetje mazzel kunnen we deze 2 openen. Dat zou wel nice zijn. Even hier uitkijken. Maar dat andere team moet ook uitkijken. Want ik ben ook levensgevaarlijk. Oh, maar nu moet ik oppassen. Want ik heb redelijk weinig levens nu. Ja. Oké, heb ik daar een hit gedaan? Nee. Trouwens, dit is wel echt een super irritant team om tegen je te hebben. Jessie en Belle. Dat zijn beide knokkers die zeg maar meerdere hits tegelijkertijd kunnen doen. Oké, hier weer een hit. Ik zal hier mijn super gooien. En kan ik hem nu hebben? Die pipe in jouw. Oeh, daar was ik bijna dood. Oké, die Mortis. Ik ga die krachtpunten niet pakken. Nee, want dan zou ik waarschijnlijk doodgaan. En wat doet die Mortis, joh? Die doet veel te gevaarlijk. Ja, die doet echt veel te gevaarlijk. Oh, die kan ik gewoon nu hebben. Ja! Dankjewel voor de krachtpunten en voor de kill. Dan heb ik nu... 2 kills of 1 kill? Ja, ik heb sowieso die Mortis, maar die andere heb ik niet bijgehouden. Ondertussen moordt iedereen elkaar uit. Dus dat is lekker... Oh, nou, en we hebben dit potje al gewonnen. Hoeveel kills had ik nou? 1 of 2? We hadden er 2. Dus we hebben in ieder geval 1 opdracht voltooid in Duo Showdown. Dus zo meteen doen we weer een 3 versus 3 game mode. Maar eerst even op opnieuw spelen drukken. Want dan hebben we nog een opdracht voltooid. En als ik nu volgens mij 6 kills haal met Jessie, dan heb ik die opdracht ook gehaald. Dus we gaan volop in de aanval met Jessie. Want het maakt niet zoveel uit of we dit potje winnen of niet. Het gaat gewoon om dat we eventjes hier gewoon even pro zijn. En dat we even die winnen halen. Oké, nice. We halen in ieder geval wel meteen veel krachtpunten. Dus dat is erg lekker. En dan kunnen we hier even een hit doen. En ja, dat is weer een kill. En dan kunnen we hier nog een kill maken. Dat hoop ik in ieder geval. Oké, dit is wel goed gegaan uiteindelijk. Ik leef nog en dat is voor nu even het belangrijkste. Thomas, wat doe jij dan? En oké, net geen hit. Dat is een team met Thomas en dat is nog een Thomas. Alleen maar Thomas hier zo.
Oh nee, ik mis mijn shot. Als ik hem nou niet miste, dan had ik daar een kill gehad. Oké, maar net niet. Net niet. Oké, hier heb ik wel weer een kill. Moet even uitkijken voor Nani. Want anders ga ik hier dood. Oh, dat gaat nog maar net goed. Dat gaat nog maar net goed. Oh, jongen. Oké, hier even kijken of we hier kills kunnen maken. Ja, lekker. En hier even kijken of we die M's kunnen pakken. Dat zou ook nice zijn. En, oh, dit gaat best wel goed hoor. Ik heb al best wel wat kills gemaakt nu in dit potje. En ja, weer een kill. En dat was nog een kill. Misschien heb ik de 6 kills al wel gehaald in dit potje. Dat is wel echt heel erg lekker. Oké, hier even hits. Dit is nu een team die ik allebei wel kan hebben. En heb ik die kill ook gemaakt? Ja, oké. 100% dat ik wel meer dan 6 kills heb gemaakt in dit potje. Dit potje gaat echt heel lekker. Met een beetje massa kunnen we hier nog meer kills maken. Hier, kom dan Rico. Ja, dankjewel. En dan nu die kill ook nog. Ja. Goed gespeeld ook door K-Up. Of K-Bye. Ja, ik denk dat je het zo moet zeggen. Goed gespeeld ook. Was erg lekker. Dan hebben we weer 750 tokens erbij. En dan zijn we nu weer 2 opdrachten verder. Ja, inderdaad. Dan zijn we nu bij de 87. Dus we hebben nu weer een grote doos. En een knokdoos. Maar ja, die knokdoos, daar zal je niks uit kunnen krijgen. Of die kans is heel klein. Uit de grote doos kunnen we wel wat krijgen. Dus die gaan we even openen. Mag ik meedoen, please? Kenzo zegt dat. Ja, dan heb je mazzel nodig. Die code staat boven in de chat. Je kan meedoen, maar ja, dan heb je gewoon mazzel nodig dat je toevallig net kan joinen. Maar laten we nu de grote doos gaan openen. 48 coins. En nee, geen extra item. Oké, dat is jammer. Nou ja, je hebt niet altijd mazzel. Maar zometeen nog een mega doos, want dat gaat sowieso lukken met de opdrachten die we hier hebben. Ik zit alleen een beetje te twijfelen. Zullen we belegering gaan doen? Of premie, dat zou ook kunnen. Misschien is... Ja, of eerst belegering. We hebben nog 1 opdracht voor belegering. We gaan eerst wel even belegering doen. Dan ga ik wel even met Penny zijn. K-Bye, dankjewel voor het meedoen. Maar ik moet je nu helaas wel kicken. Want er kunnen dan weer nieuwe mensen het mee gaan doen. We zijn met Zwarte Ninja en met Jurian. 17.000 trofeeën en 19.000 trofeeën. Dan gaan we even zorgen dat we hier een weer gaan halen. Welke map? Oh, het is kandidaat van de dag. Dus je hebt gewoon elke keer een random map. Of een random map. Ja, jullie mogen zelf een knokker kiezen. Dus kies mij zelf wat uit. Waarvan jullie denken, dat is goed. I'm shoulder to the holder. Joran, doe AUB Dyna. Als je 1 keer wint, krijg je 500 tokens. Ga ik zeer zeker weten doen. Want al die opdrachten die ik nu nog klaar heb staan, ga ik nog doen. Dus als jij nu inderdaad Dyna ziet, dan komt dat wel goed. Dat gaat helemaal goed komen. Ik kan nooit meedoen met je live. Dat zegt Daniel. Ja, je hebt dus mazzel nodig. Je hebt echt mazzel nodig om mee te kunnen doen. Soms heb je mazzel en soms heb je pech. En dit is trouwens wel grappig, want dan krijg je elke keer een random map. Maar ik moet met Penny dus gewoon kills maken. Zoveel mogelijk kills maken. En als we dit potje winnen, dan heb ik nog een extra opdracht voltooid. Waren dat nu 2 kills? Ja, dat waren 2 kills. Oké, dat was wel even lekker. Ik wil hier even een super neerzetten en hier. Oké, nee, dat was geen kill. Hier even om het hoekje. En dan kunnen we misschien niet zo meteen die Amber hebben. Dat zal nice zijn. En die Buzz. Zou ook leuk zijn als dat gaat lukken. En laat hem niet zo super inzetten. Oké, nou, ik heb hem niet gekild. Maar prima, goed genoeg. Die Amber nu even hebben. Ja, nice. Dat is weer een kill erbij. Gewoon zorgen dat we veel kills maken. Dus ik ga niet op die toren, maar ik ga gewoon op de knokkers. En kan ik nu die Buzz hebben? Ja, die kan ik hebben. Dus dat is mooi. En gaan we nu nog meer iets doen? Ja, ik heb nog een kill gemaakt. Nice, dit is echt lekker. Dit is echt lekker. Ik heb weer een kill gemaakt. En die kill heb ik dan weer net niet. Ik heb trouwens nu alweer mijn super. Dus dat is ook mooi. Dan kan ik de hele tijd met mijn super gewoon heel irritant doen. En zorgen dat we daarmee kills en hits gaan doen. En kan ik hier weer een kill maken? Ik denk het wel, want ze lopen mooi achter elkaar. En ja hoor, weer 2 kills. Jongen, met Penny maak je zo makkelijk kills. Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik ga hem trouwens weer ietsjes meer bij de rand neerzetten. En die Buzz die heeft nu zijn slag gemist. Dat is mooi. En dan kunnen we hem nu hier killen. En dan gaan we het nu al afmaken. Dan hebben we echt als een raket gewonnen. Dat is echt niet normaal makkelijk gegaan. Maar misschien met een beetje mazzel dat we nog hier kills kunnen maken. Nee, dat niet. Maar we hebben genoeg kills gedaan. Sowieso. We hebben 9 kills gemaakt. Dus dat is erg lekker. En we hebben weer 750 tokens erbij. Dus dat is ook erg fijn.
Goed gespeeld ook van mijn teamgenoten. Maar ja, nu krijgen we alleen maar coins. Maar hierna krijgen we een grote doos, dan krachtpunten en dan een megadoos. Dat zijn de opdrachten waar het meer om gaat. Maar ik ga nu wel even met Dynamike. Zullen we... Weet je wat? Ik doe nog even belegering. Want dan krijgen we die opdracht met 500 tokens zometeen ook nog uit belegering. Dus dat is ook leuk. Dus dan gaan we nu even een potje doen met Dynamike. Want net zei iemand dat ook in de chat. Ja, ja, dat hebben we nu gedaan. Dan gaan we nu ook met Dynamike spelen. Zwarte Ninja en Jurian, dank jullie wel voor meedoen. Maar we gaan nu wel door naar de volgende. We zijn met Zachtjes... Hoe? Zachte Jas. En... Oh, hij is nu geliefd. We zijn nu met Daniel. En hij heeft gewoon maximaal level Shelly. Dat is wel ziek. Met ook Gears. Oké, dat is wel lijp. Alleen is dat denk ik nu niet zo heel handig. Dan zal ik hier Piper voorstellen. En Rico. Piper en Rico. Gaan we eens kijken of we weer kunnen winnen. Of Shelly is ook goed. Shelly zachte jas, dat mag ook. Wat jij fijn vindt. Ik zie trouwens nog 7 likes voor de 750ste like. En ik weet het goed gemaakt, dat deed ik in de vorige livestreams ook. Bij de 1000 likes geef ik de 1000ste liker een shoutout. Dus die krijgt dan een shoutout van mij. Flume Games die zegt, je moet echt een nieuw liedje maken. At Gamebouse. Ja, ik weet niet. Ik zit altijd te twijfelen bij dat soort dingen. Het is wel leuk, maar misschien ook niet. Ik ga nog niks beloven. Jullie hebben het trouwens al wel vaker gevraagd. Ik heb ook al wel vaker antwoord daarop gegeven. Oh, hier zijn de twee. Boom! Dat waren 3 in 1 shot. Dat was ziek. Nice. Gaan ze hier zo meteen die teleport nemen? Ja, ze doen hier inderdaad die teleport. Oh shit, dan mis ik alles. Dus dat is dan wel weer jammer. Kan ik... Ja, oké, ik heb nog wel die Shelly. Eigenlijk had ik daar gewoon weer 3 kills moeten maken. Maar dit is wel nice. Dit schiet mooi op met die kills zo. Ik denk trouwens dat we tegen bot spelen. Want echt, die lui die zijn echt ontiegelijk slecht. Ik ga gewoon hier aanvallen, want ik wil gewoon kills maken. Boom. Ah, net niet die Shelly. En nu alsnog wel. Kijk, die robot die laat ik gewoon boven even zijn ding doen. Ik wil gewoon even zorgen dat ik kills maak en dat ik de opdrachten voltooi. Oké, waar komt de zachte jas, jongen? Ziek spinnen. Oh, ze komen nu daar vandaan. Ze zijn nu hier met z'n allen. Oké, dan moet ik hier even uitkijken. Maar misschien dat het ook wel goed gaat komen. En hier even mijn super... Ah, jongen. Dan loopt die Shelly net niet door. Dat is jammer. Volgens mij heb ik nu 6 kills gemaakt als ik het goed heb onthouden. Die teleport is trouwens wel nice, want dan land je meteen hier. Boom! Oké, dat is weer een kill erbij. En... Ja, dit moet haast wel bots zijn. Dat kan toch niet anders. Als dit geen bots zijn, dat zou ik echt heel bizar vinden. En die Shelly... Oh no, ik kan hem net niet killen. Oh, daar zijn ze alweer. Ik ga even kijken, kan ik die kill maken? En... Nee. Maar gaan we het potje al afmaken? Ik kan hier in ieder geval hier weer even kills maken. Dus dat is wel even lekker. Kaboom! Ja, dat is ook weer lekker. Dan ga ik hier nu wel even uitkijken. Oké, ik ben nu wel dood. Maar weer hebben we 2 kills erbij. Jongen, die kills maken is zo makkelijk hier zo. En we winnen natuurlijk ook. Maar dat is even als extra zaak nu momenteel hier. Het gaat mij er gewoon om nu even kills te maken. Heb ik die kill trouwens van die Shelly ook gemaakt? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh no, die Bo die kill ik nu niet. Maar die laatste robot die hebben we sowieso al. Dus dat is ook lekker. En dan kunnen we het nu eigenlijk wel gaan afmaken. Oh, ja, oké, ik heb weer mijn super. Kaboom! Ah, nee, dat is jammer. Ik had ze net niet geraakt daar zo. Dan, ah, weet je wat, ik maak het nu wel af. Het is nu toch al afgelopen. Hoeveel kills heb ik gemaakt dit potje? Hoeveel? 13 kills, maar yo, oké, dan hebben we nog 2 kills nodig. En dan hebben we deze opdracht ook al gehaald. Maar we krijgen nu weer 500 tokens erbij. Dus we zitten nu al op de 50. Dan hebben we nu alweer een grote doos. Weet je wat? Ik wacht even met het openen van die grote doos. Totdat we bij die megadoos zijn. Dan gaan we die grote doos en megadoos in 1 keer openen. Ik ga nu trouwens wel met El Primo spelen. Dan moet ik nog 7 kills hebben. En dan hebben we die opdracht ook gehaald. Mijn zachte jas en Daniel, dank jullie wel voor het meedoen. Ik ga jullie wel eruit zetten en dan gaan we nu door naar de volgende. Slord en we zijn met Munking. En dan gaan we eens kijken. Op zich, Amber is wel chille knokker. En hij heeft ook genoeg knokkers redelijk laag. Op zich is Penny wel een goeie. Daar speelde ik net mee, dat ging wel goed. En dan mag jij met Amber zijn. Dan gaan we het zo doen. Does anyone have a fire extinguisher? Ik ben de 750ste liker, zegt TBB. Nee, ik doe shoutout bij de 1000ste liker. Bij de 1000ste liker doe ik shoutout.
Wout die zegt, heb ik iets gemist, Gamebows? Nou ja, hangt er vanaf wat je gemist vindt. Je hebt al wel 3 kwartier gemist, maar we hebben nog geen knokken gekregen uit de doos of uit de megadoos. Maar dat kan natuurlijk zo meteen nog komen en ik hoop ook dat dat zo meteen nog gaat gebeuren. Maar ja, dat gaan we zo meteen zien. Rafael vraagt, welke iPad heb jij? Ik heb de iPad Pro uit... Ja, niet de nieuwste. Ik heb alweer een verouderde versie. Dat gaat zo snel met die dingen, jongen. Maar ik vind ze echt te duur om, zeg maar, elk jaar te vernieuwen. Dus dat doe ik zeer zeker niet. Ik moet eigenlijk even zorgen dat ik mijn super ga krijgen. Dus dat kan misschien hier. Oké, top. Dat was al 1 kill. En wat gaan we hier doen? Ik kan hier misschien even kijken of ik nog meer kills kan maken. Dat zou mooi zijn. Kaboom! En heb ik die kill? Ja, ik heb die kill ook. Oké, ik ga nu sowieso dood. Ja, ik wou net zeggen. Maar we hebben wel even 2 kills gemaakt. Dus die opdracht in beleging hebben we nu sowieso ook gehaald. Dus dat is mooi. En dan moeten we nu alleen nog 6 kills maken met El Primo zelf. Ik kan hier eventjes heen. Ondertussen wordt daarheen gelopen. We kunnen nu even Mortis aanvallen. Ja, top. En dan blijf ik hier gewoon wachten. Ik blijf hier gewoon wachten. Totdat ze hier om het hoekje heen komen. En dan kan ik ze zo killen. Ja. Nou, dank jullie wel. Ik zal trouwens ondertussen hier deze 2 even pakken. En wat gaat die Mortis nu doen? Oh nee, kijk, kijk, kijk. Ik wacht nog heel even af. Totdat ze iets verder komen. En dan hier, kaboom. Ja, top. Oh, Slord heeft nu gekild. Nou, dat is ook prima. Het is ook niet heel erg als ik elke kill... Ik hoef niet elke kill te pakken, zeg maar. Het is wel chill als ik elke kill pak. Maar het hoeft in principe niet. Oké, top. Die is nu ook dood. We hebben nu een robot van level 13. Dat is wel echt veel, hoor. Ja, Penny blijft gewoon een enorm goede knokker in beleging. Oké, hier. Slord heeft weer een kill gemaakt. En misschien kan ik nu even wat kills maken. Dat zou chill zijn dat ik hier gewoon even 2 kills maak. We hebben het al afgemaakt. Maar ik heb nog wel 1 kill gemaakt, dus dat is mooi. Ik heb nu 5 kills gemaakt. Dus we moeten nog 2 kills maken met El Primo. En hebben die opdracht ook gehaald. Dus nog 1 opdracht en dan weer megadoos. Ja, 1 opdracht voor 500 punten. We doen maar even premie. We gaan premie doen. Want daar heb ik ook nog opdrachten in. Als ik daar nog 24 kills maak, dat zijn 9 kills. Dan heb ik die opdracht gehaald. En dan moeten we 8 potjes winnen. Maar ja, dat is wel vrij veel. Maar dan hebben we die megadosie vrijgespeeld. Dus dat is wel erg lekker, jongen. We spelen zoveel rewards vrij in deze video. Dat is niet normaal. Trouwens, Munchmaking en Slord. Dank jullie wel. Of Munchking, moet ik zeggen. Munchking. Munking, zo moet ik het zeggen. Ik lees het altijd te snel en dan zeg ik al iets voordat ik het goed heb gelezen. Maar thanks voor het meedoen. Ik kick jullie nu wel, want dan kunnen weer nieuwe mensen mee gaan doen. Mbappé, de enige echte Mbappé. Nee, dat zou wel lijp zijn als het inderdaad echt Mbappé was. Maar het is niet zo. In ieder geval ga ik vanuit. Wat zullen we doen? Even kijken. Colette kan op zich wel. En dan zal ik hier voorstellen... Lola? Ja, Lola. Dat is ook wel goed. Ik weet niet of El Primo de meest geschikte knokker is. Maar ja, ik moet gewoon even zorgen dat ik opdrachten ga halen. En dan kunnen we die opdrachten 2 kills. Dan heb ik die opdracht van El Primo gehaald. En 9 kills. Dan hebben we de opdracht in premie gehaald. Dus dat is wel nice. Maar misschien kunnen we beter met Sprout spelen trouwens. We doen wel even een potje met Sprout. Want daar krijgen we ook 250 tokens van. En Sprout is in deze map veel beter. En dan kan je ook misschien makkelijke kills maken. Waardoor die opdracht... in premie ook wat makkelijker gaat. Oké, dan gaan we dit zo doen. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Wees Rico. Heb ik trouwens ook nog een opdracht voor Rico dan? Nee, ik heb geen opdracht voor Rico. Ik ga op dit moment alleen maar knokken zijn, zeg maar, waarvan ik opdrachten heb. Dus ik wil gewoon even die opdrachten voltooien. Zodat ik mooi ver kom in de Brawl Pass. Dat we mooi wat rewards krijgen. En daarom speel ik, zeg maar, met de knokkers waar ik momenteel mee speel. Ik denk dat we wel 9 kills moeten kunnen maken met Sprout. Sprout is gewoon een goede knokker. Dat blijft ook een goede knokker. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel op het juiste moment de juiste hits doen. En we zijn met Matty. Hier dan, boem. En oké, ik doe nog niet heel veel hits. Nee, dat doe ik nog niet heel lekker. Oké, hier even uitkijken. En ja, hè, dat was mijn eerste kill. En hier nog een kill. Nee, maar we kunnen misschien nu Matty killen. Dat zou mooi zijn. En nee, nog niet. Via het muurtje. Ik weet niet, zit hij hier om het hoekje? Oké, hij zit hier wel. Ik zal hier even een muurtje neerzetten. En dan kunnen we hem misschien nu hebben. Dat zou mooi zijn. Ik ga nog niet dood. En oh, die Lola die doet wel echt veel kills hoor. Die heeft al echt veel kills gedaan. Ja, dat doet hij nice. Kan ik hier nu die kill maken? Ja, dat is weer een kill erbij. We zitten nu op 2 kills.
Maar ja, om die opdracht in premie te halen hebben we 9 kills nodig. Dus daar zitten we voorlopig nog lang niet. En ja, oké, nice. Dat is weer een kill. Dat zijn er 3. En... Oh, Byron, ga ik die nu kunnen killen? Nee, net niet. Dus dat is jammer. En Lola, die doet echt veel damage. Dat is wel erg nice. We gaan hier weer even uitkijken. Kunnen we Mattie hebben? Ja, nice. Dat is chill. En oké, nou prima. Ik heb bijna maximaal aantal sterren. Maar dat betekent dat ik dus nu 4 kills heb gemaakt. Ja, dat is weer een kill, dus dat is lekker. En oké, prima. We hebben nu maximaal sterren in ieder geval. Het gaat trouwens heel makkelijk, dit potje. De enige ster die onze tegenstanders hebben, is gewoon de ster die ze in het begin pakten. Ja, voor de rest hebben ze nog niks. Nee. Dus dat is ook wel heel erg nice. En kunnen we hier... hoezo krijgt hij levens bij? Oh, dat komt natuurlijk door zijn teamgenoot. Hier, ja, die hebben we dan ook nog. En we hebben bijna het gehaald, denk ik. Ik denk dat ik net niet genoeg sterren heb. Ik denk dat ik nog 1 kill misschien, als ik die erbij heb. Misschien dat ik de 9 heb gehaald, want ik ben de tel een beetje kwijt. Of 8, net wel, net niet. We gaan het zien. En ja, we hebben het wel gehaald. 9 hebben we gekild. Oké, nice. Top, dan hadden we het uiteindelijk net gehaald. Maar dat betekent dat we nog een keer 750 tokens erbij krijgen. En dan gaan we nu wel even rewards openen. Want we hebben hier nog een megadoos. We krijgen zo meteen ook nog wat edelstenen erbij. Dus dat is ook mooi. Wat zullen we dan zo meteen doen? We kunnen die opdracht van Poco en El Primo nog voltooien. Dan hebben we nog 750 tokens erbij. Dan hebben we sowieso die edelstenen en die grote doos dan misschien ook nog. Nou, dat zien we zo meteen wel. We gaan eerst even de krachtpunten inzetten op Shelly. Want Shelly willen we natuurlijk naar kracht level 10 krijgen. En daarna gaan we nu de grote doos en de megadoos openen. Nu is het hopen dat we dan nog iets krijgen. Een gadget, sterkkracht, maar het liefst natuurlijk een knokker. En hier zie ik een goede reactie. 1000 likes halen. Ja, dat zou helemaal mooi zijn. We zitten nu op de 824. Zou mooi zijn als dat nog gaat lukken. Uit de grote doos krijgen we trouwens niks. Maar nu de megadoos. Dit is natuurlijk de doos waar het om draait. Wat denken jullie? Wat denken jullie? Gaan we hier iets uit krijgen? Ik hoop het wel. Zal even heel chill zijn. 8 resterende items. Dat zou wel echt heel erg lijp zijn. Kees zegt namelijk 8. Guus die zegt 6. Met 6 ben ik ook al meer dan tevreden. Met 6 resterende items. Dat vind ik al helemaal prima. Jason die zegt, Joran zegt mijn naam. Nou, even een andere reactie ertussendoor. Nee, ik ga ook voor de 6 resterende items. Dus we gaan het zien in 3 seconden. 3, 2, 1 en... Nee, weer niet. Jongen, jongen, jongen. Oké, we hebben zo meteen nog wel een grote doos. Dan moet het daarin gaan gebeuren. Maar dit is wel een beetje balen hoor. Dit is wel een beetje balen. Wat zullen we dan gaan doen? Weet je wat? Ik ga eventjes... Of we kunnen trouwens ook nog die 1000 tokens erbij krijgen. Dan komen we nog bijna bij die andere megadoos. Dan komen we daar wel bij in de buurt. Dus ik ga even gevarenzone doen. Dan ga ik dit even verlaten. Ga ik nu naar gevarenzone. Dan ga ik toch nog even die opdracht doen. Zijn de clubgenoten... Hier? Oh nee, hij heeft 0 sterren. Nee, dan is dat niet handig. Hij heeft geen tickets meer. Hij heeft geen tickets meer. Dus dat is een beetje balen. Toeval, of misschien kan hij nog kopen. Must remember bring walkie-talkie. Tickets kopen. Hacker heeft trouwens wel. Hacker heeft wel. Code Boos. Oké, oh nice. Hij kan gouden tickets kopen. Dus als hij dat doet, dan kunnen we dan even samen spelen. Dat zou wel nice zijn. En trouwens, deze free-to-play clan, die doet het hartstikke goed. Weet je, ik doe zelf helemaal niet actief mee met Club Divisie. Maar ze zitten gewoon bijna net zo hoog als mijn andere, zeg maar, clan. Dus dat is wel echt ziek nice. Zou mooi zijn als ze kunnen promoveren. Dan gaan ze ook naar legendarische divisie. Maar ze zitten nu al volgens mij in episch of zo. Dus dat is al wel heel erg nice. Oké, hoeveel hangt vanaf hoe het gaat. We moeten eigenlijk 3 potjes winnen. Al met nadeel is natuurlijk dat ik heel slechte knokkers hier heb. We kunnen hier gevarenzone. Ik zal even kijken welke knokker moet ik dan gaan spelen hier zo. Die ik ook nog een beetje hoog heb. En dat is een klein beetje nadeel. Want het gaat natuurlijk wel om krachtlevel. Ik kan misschien Shelly spelen, want die heb ik dan nog krachtlevel 9. Daar heb ik in ieder geval sterrenkracht en een gadget voor. Maar voor de rest zou ik eigenlijk bijna niks kunnen zijn. Of Colt met de gadget dat ik die muur in het midden kapot kan maken. Nou, ik ga wel Shelly.
Dan ga ik het kijken of dit gaat lukken. Wat zijn andere goede knokkers? Rico is hier een goede knokker. Ik zal het trouwens op krachtlevel selecteren. Dan ben ik benieuwd of we dit kunnen winnen. Want nu krijgen we echt goede tegenstanders tegen ons. Ems heeft die. Ems zou ook eventueel kunnen. En Rico. Nou, misschien heb jij Rico level 9. Ja, moet sowieso wel een knokker zijn die een beetje hoog is. Ja, Rico zal ik hier voorstellen. En dan nog een thrower. Dat is eigenlijk ook wel handig. Misschien Tik. Ja, oké. Okay. Tik is ook handig. En of ik zal Tik zijn. Wel, nee, ik heb trouwens helemaal geen Tik. Ja, ik heb Sprout. Ah, ik denk dat we het zo moeten doen. Dan moet ik proberen met Shelly gewoon een beetje te pushen. Kijken of dat gaat lukken. Mocht dit niet werken, dan moeten we maar iets anders proberen. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel goede tegenstanders waar we nu tegen moeten. Als opdracht heb ik 3 kills maken. En we moeten 3 potjes winnen in gevarenzone. En ja, El Primo of Poco, dat is denk ik niet helemaal de juiste knokker om hier te spelen. Maar we gaan even kijken of we die 1000 tokens kunnen halen. Ik heb nog 3 tickets en zit in de clan. Dat zegt Keanu. Dat kunnen we misschien zo meteen nog een potje doen. Maar laten we eerst maar even geconcentreerd gaan spelen. Even kijken of we hier kunnen winnen. Dat zou mooi zijn. Ik ga hier even heen. En dan wil ik eigenlijk naar dat bosje hier zo. Even zorgen dat ik hier ga pushen. Even hier. Boom. Ja, nice. Oké, dat is chill. En dan kunnen we hier misschien al kills gaan maken. Ja. Oké, nice. Oh, dit ging best goed. Ja. Lol, dat dit nog zo goed is gegaan, joh. Dat dit nog zo goed is gegaan. Oké, nice. Die Colt is daar ook dood. Dus dat is ook lekker. En we kunnen hier even een super inzetten. En dan hebben we daar ook een kill. Dus dat is ook lekker. Hier even uitkijken. Maar dit kan nog goed komen. En wat doet die Rico? Oké, die maakt ondertussen Hacker bijna dood. Hacker speelt goed hoor. Ja, dat doet hij echt lekker. En dan kunnen we deze eerste ronde gewoon al winnen. Maar dan moeten we natuurlijk wel even goed blijven doorspelen. En ja, goed gedaan Hacker. Dus dat is chill. Dan zal ik hier even om het hoekje heen lopen. En dan kunnen we misschien alle opdrachten gewoon gaan halen. Ja, dat zou gewoon eventueel kunnen. En dan kunnen we hier nu die Dyna. Of zou ik hier die Leon pakken? Oh nee, we hebben het al gehaald. Nice, 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 nice. Goed gespeeld beide. En dan hebben we nu mooie al 1 opdracht voltooid. Dan hebben we 500 tokens erbij. Kijk, dit is wel eventjes lekker. Dit wou ik gewoon hebben. Kijk, dan zitten we nu alweer op 10 edelstenen. Dan hebben we na een grote doos zometeen. En dan kunnen we misschien bij de 550 nog komen. Maar we gaan gewoon nog een potje doen. Eens kijken of we deze ook kunnen winnen. Want we moeten nu nog 2 potjes gevarenzone winnen. 2 potjes. En ik denk dat hier wel redelijk goede tegenstanders tussen zitten. Maar dat hangt er een beetje vanaf. Frank is trouwens op zich wel prima. Ik denk dat Shelly best wel kan werken hier zo. Dat hangt er een beetje vanaf wat voor knokken je tegen je hebt. En we moeten nu tegen een Ems. Ja, moet hier even oppassen. En dan zou het misschien kunnen lukken. Boom, 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 boom. Oké, nee, ik ga helaas dood. Ik ga helaas dood. Hacker, die kan daar in ieder geval overleven. Dus dat is chill. En Frank, die is wel een beetje irritant daar zo. Dan kan ik misschien die Frank nu gaan pushen. En ja, nice. En dan misschien nu die Sprout. Dat zou helemaal nice zijn. En dan kunnen we die misschien nu al hebben. Ja, ik heb hem bijna. Ik heb hem bijna. Maar net niet helemaal. Maar we hebben hier in ieder geval weer een beetje controle. Dus dat is in ieder geval lekker. Ja, die Frank is nu ook dood. En dan staan we nu gelijk. Het kan nog lukken. En die Sprout is nu dood. Oké, nice. Oké, top. Die Ems is ook dood. Dus dan gaan ze in ieder geval daar niets meer erbij krijgen. Oh, ik ga hier bijna dood. Dit gaat nog net goed. En oké, ik overleef dit nog. Ik overleef dit nog. Zou ik die Sprout kunnen killen? Ik zet gewoon mijn super in. Gewoon puur om even de boel daar op afstand te houden. Kijk, dan wordt die Frank daar ook vertraagd. En dan is hij nu dood. En dan ga ik even nu helpen aan de andere kant. Want als we deze namelijk nu hier hebben, dan hebben we het bijna zo goed als gehaald. Oké, top. Die Ems, die moest wat hits doen op mij. Dan denk ik dat we het nu gaan halen. En ik kan nog mijn super inzetten. Oh, no. Oh, we hebben het nu nog net niet gehaald. We hebben het nog net niet gehaald. Oké, we moeten nu volop hier in de aanval gaan. Het zou wel heel erg zonde zijn als we het nu nog uit handen gaan geven. Ja, dat zou echt heel erg zonde zijn. Dus even mijn super inzetten daar zo. En dan wat hits, wat hits, wat hits. En top, die Ems is nu alleen de enige nog. En dan gaan we het niet meer halen of gaan we het nog wel halen? We gaan het nog halen, we hadden 99% tegen. Dit ging nog maar net goed. Oh, dit was wel echt een spannend potje. Dit was echt een spannend potje. Maar we hebben het weer gehaald. Hoe goed zijn die tegenstanders? 22.000. Al valt me enigszins nog wel mee.
Ja, dit waren ook volgens mij met randoms. Maar in ieder geval nice. Oké, nog één potje winnen. En dan hebben we die opdracht in gevarenzone ook gehaald. Dus dat is mooi. Dit is wel echt lijp. Dit is wel echt lijp. Dat het nog zo goed gaat. En dan kunnen we denk ik alsnog die megadozen openen. Dan sluiten we daar deze livestream mee af. We hebben echt vet veel dozen geopend. En dan hoop ik dat we zo meteen nog een legendarische knokkel kunnen krijgen. Dat zou helemaal mooi zijn. Oké, nu heb ik wel een probleem. Want we hebben een Dynamike tegen ons. En een Dynamike en een Tick is allebei heel irritant om tegen die te hebben als Shelly zijnde. En dat is heel irritant, want ik kan er niet zoveel tegen. Maar als ik hun schoten ontwijk, dan kan ik natuurlijk wel wat meer. En dat doe ik redelijk, dus we hebben in ieder geval nog redelijk wat procenten hier zo. Dus dat is wel chill. Oké, nu moet ik trouwens hier oppassen. Hier uitkijken, ik leef nog steeds. Ja, dat dan weer wel. Ik heb er in ieder geval voor gezorgd dat we hier redelijk wat procenten hebben. En dat ik die Dynamike goed bezig hou. Dat heb ik dan wel weer voor elkaar gekregen. Oké, Hacker, kan die daar nu winnen? Dat zou mooi zijn. Ik blijf hier gewoon een beetje die shots van die Dynamike ontwijken. Dat is het enige wat ik nu doe. Hacker, als hij daar nu die Dyna kan killen. Dat zou chill zijn. En ik heb nu bijna alles hier. Ik heb bijna alles hier. Oké, nou, ik moet die hit dan maar opnemen. En top, die hebben we ook. En dan gaan we deze denk ik ook winnen. Ik kan hier gewoon in de bosjes staan en dan wacht ik ze gewoon hier op. En kaboom, boom. Oh, no. Oké, shit. Maar maakt niet uit, dit gaat sowieso wel goed komen. Let's go, goed gespeeld van mijn teammates. Gewoon 3 potjes op rij, alle 3 gewonnen. Ik dacht, nou, Shelly gaat niet werken hier. Maar blijkbaar wel. En dit was helemaal niet zo'n heel slecht team. Want die Tick had gewoon maximaal level 30.000 trofeeën. Ja, gewoon level 11 had die Tick gewoon. Dat is echt insane. Maar ja, hij speelde niet zo heel goed. Hij heeft trouwens vet voor knokkers ook level 10 en zo. Nou ja, we hebben wel gewonnen, dus dat is erg nice. Hacker, goed gespeeld. Was Hacker ook degene die de boel leidde? Weet je wat? Jij mag ook profiel. Ik heb even een aantal spelers die, zeg maar, gepromoveerd mogen worden. Tinos en Hacker, die mogen dan degene zijn die een beetje de boel gaan leiden in de clan. Maar dat is wel handig, want dan kunnen ze een beetje zeggen als er iets gebeurt en zo. Maar in ieder geval, ziek gespeeld. Dank jullie wel allebei. Mag ik een shout-out? Hoe zeg je je naam eigenlijk? JV. Ik denk dat je het zo moet zeggen. Shout-out naar jou, jongen. Shout-out naar jou. Maar ik ga nu wel weer eventjes verlaten. Dank jullie wel voor het meedoen, beiden. Was wel echt nice. Dan hebben we even alles gewonnen. Dan moet ik nu eigenlijk nog... Welke opdrachten zullen we nog voltooien? Want gevarenzone hebben we dus nu gehaald. We kunnen edelstenengraai doen. En dan gaan we gewoon even met Poco en El Primo in edelstenengraai de laatste opdrachten voltooien. We moeten gewoon even schade doen, herstel levens. En dan krijgen we waarschijnlijk zometeen nog wel die megadoos. Hoe ver zijn we? Ja, dan moeten we nog hier 500. Ja, ik denk dat het net gaat lukken. Maar dan moeten we de beide opdrachten in edelstenengraai gaan voltooien. Ik zal weer even een nieuwe teamcode maken. En de vorige zal ik even weghalen. Ja. Teamcode en de nieuwe teamcode zet ik weer in de chat. Ja, die staat er nu in. Misschien zagen jullie het iets eerder, maar de stream loopt altijd ietsjes achter. Oké, dus jullie kunnen weer meedoen. We zijn met Stoen en met Flames, Fire Flames, 42.000 trofeeën. En rank level 35 Jackie. Dus dat is wel heel erg lijp. Dat is zeker geen slechte speler. En Stoen, die heeft 22.000 trofeeën. Die skin van Spike, die vind ik echt heel erg nice. Ze hebben allebei een kerstskin. Maar we moeten wel even spelen met knokkers die jullie iets lager hebben. Grom. En dat zal ik voor jou Grom voorstellen. Grom is prima knokker. En Stoen, die mag spelen met... Mac. Ja, dan gaan we het zo doen. Ik ben Cornelis op TikTok. Ja, ik weet niet. Ik kom zoveel tegen op TikTok. Misschien ben ik je wel tegengekomen of misschien volg ik je zelfs trouwens. Dat zou best wel kunnen. Maar ik weet nooit alles. Ik kan dat soort dingen onthouden ben ik echt slecht in. Ga je ooit voor een rank 35? Ik ben dus ooit gegaan voor rank level 35 Bo. Toen had ik bijna rank level 34 gehaald. Maar het is zo lastig. Dat is echt niet normaal. Dus ik weet niet of ik het ooit nog echt ga proberen. Maar rank level 30, dat is nu haalbaar. Maar het is wel echt lastig hoor. Ja, het is echt lastig. Oké, ik zet even mijn gadget aan. En dan kunnen we hier een kill maken. Ja. Dus ik moet kills maken. En ik moet met Poco levenspunten herstellen. We kunnen hier even in de bosjes gaan staan.
En dan hier even hits. Ja, en dan ga ik hier even op mijn toetje staan. Even zorgen dat ik weer wat levenspunten erbij krijg. Ja, als ik nou, zeg maar, Poco maximaal level had, dan had ik nog wat kunnen doen. Had ik mijn teammates nog kunnen supporten. Ja, weer een kill, dus dat is weer lekker. En ik wil eigenlijk die Penny even killen, maar die is al dood. Oké, Stoen, als jij de boel daar kapot maakt, zou mooi zijn. Ja, en dat doet hij ook. Ik zal je even wat levens erbij geven, jongen. Ik geef je er even wat levens bij. En oh lol, die slag is zo ontiegelijk sterk. Dat is echt niet normaal. Oké, moet hij trouwens even oppassen en gadget aanzetten. Heeft geen nut, maar Flames die kan het nu wel afmaken, denk ik. En dan ben ik wel wat levenspunten hersteld, maar niet enorm veel. Maar ja, voor mij is het nu gewoon puur even de opdracht te voltooien. Even hier helpen. Ja, en dan kunnen we hier nog weer een kill maken. Ja, lekker. Oh nee, ik heb hem niet gemaakt. Maar dat maakt ook niet zo heel veel uit. Hier even deze killen nog. En dat is ook al gelukt. Oké, nice. Hier, doe maar hits op mij. Dan kan ik nog even mijn super inzetten. En dan krijg ik, herstel ik nog wat extra levenspunten. Helaas, net niet nog een kill op het eind. Maar we hebben gewonnen. En dat is het belangrijkste. We zijn 8000 levenspunten hersteld. Dat is niet zo heel veel. We hebben ook niet heel veel schade gedaan. Maar prima. Goed genoeg. We moeten gewoon even zorgen dat we deze opdrachten gaan halen. Fire Flames en Stoen, we doen met jullie nog één potje. Of wat zegt Stoen? Het is Stoen die wil iets zeggen. Flex time! Hij gaat met allemaal dikke knokkers gaat hier flexen. Nee, maar we doen nog even één potje. Maar dan gaan we weer door naar de volgende. Trouwens, we zitten ondertussen bijna op de 1000 likes. Nog minder dan 100 te gaan. Dus drop dat duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Wanneer ga je met Brawl Stars stoppen? Dat zegt Matthias. Nou, dat weet ik nog niet. Weet je, ik vind het nog steeds een leuk spel. Dus voorlopig blijf ik het gewoon nog lekker spelen. Maar ik hoop eigenlijk dat binnenkort Supercell een nieuw, zeg maar, spel gaat releasen. Dat zou echt heel erg nice zijn. Want ik weet dat ze bezig zijn met games. Maar het duurt zo ontiegelijk lang voordat ze weer een nieuw game, zeg maar, releasen. Maar dat doen ze aan de andere kant ook wel weer goed. Want ze releasen alleen een game op het moment dat die eigenlijk zo goed als klaar is of zo. Als die perfect is, dan pas komt die online. Oké, die Sprout die wil ik hier nu hebben. En kan ik hier nog even die Max killen? Ja, dat kan ik. Top, dan heb ik toch weer even 2 kills gemaakt. En mooi weer wat levenspunten hersteld. Dus dat is ook chill. Oké, dan gaan we hier weer even hits doen. Gaat dat goed? Mwah, het gaat niet super goed. Kan weer trouwens, zou ik mijn gadget inzetten? Nee, dat is nu nog niet nodig. Ik kan nu ook gewoon een levenspunt herstellen. Ja, oh, dat zijn weer 2 kills erbij. Lekker hoor. Oké, qua kills en qua, zeg maar, levenspunt herstellen gaan we dit potje wel iets beter dan het vorige potje. Dus dat is wel even heel erg lekker. En dan kunnen we hier deze Sprout alweer killen. Dus dat is ook lekker. Ja, en dan zet ik even mijn super in. Dan herstel ik nog meer levenspunten. Ja, dat is nog chiller. Wat gebeurt hieronder? Dit is prima. Die Sprout die kan ik nu ook weer hebben. En ik zal mijn gadget weer even inzetten. Ja, die Sprout weer een kill erbij. Dit gaat zo lekker. Dit gaat zo lekker. Oké, misschien dat we die Max nog kunnen hebben. Of die Sprout. Dat we hier nog meer kills kunnen maken. En nog meer levenspunten herstellen. Ja, dit potje is echt heel lekker gegaan. Ik zit gewoon volop in de aanval. Ja, alleen kunnen we die Sprout net niet meer killen. Maar goed genoeg. Hoeveel levenspunten ben ik hersteld? 17.000. Dus nog één potje en dan hebben we die gehad. We hebben 8 kills gemaakt. En we hebben ook redelijk wat schade gedaan. Dus dat is ook mooi. Dus we hebben nu bijna die laatste megadoos nog. En dan gaan we dan zo meteen in één keer alles openen. Die edelstenen, die grote doos, die knokdoos en die megadoos gaan we dan claimen. Daar ben ik best wel heel ver gekomen in de Brawl Pass dit seizoen. Maar Fire Flames, Stoen, dank jullie wel voor het meedoen. Ging erg lekker, maar ik ga nu wel door naar de volgende. Want dan kunnen weer nieuwe mensen gaan joinen. En we zijn met Max en met Kramer. Even knokkers voorstellen. Colt is wel een goeie. Ja, ik zal Colt voorstellen. En Grip. Ja. We hebben mooie knokkers die niet al te hoog zijn. Helemaal prima. Trouwens, ik zie nu dat we het echt bijna hebben gehaald. 1000 likes. Nog 50 likes te gaan. Maak een keer een trickshot montage. Dat zegt Flume Games. Is misschien inderdaad wel een leuk idee. Alleen heb ik niet zo heel veel trickshots. Ja, ik kan wel een trickshot montage maken. Maar het wordt dan niet zo sensationeel wat jullie misschien verwachten van een trickshot montage. Plus, ik heb echt ziek veel beelden aan Brawl Stars. Dus ik, ja,
Het is echt niet normaal veel, zeg maar, wat ik heb gespeeld en hoeveel video's ik heb. Dus om alles terug te gaan kijken of ik trickshots heb gescoord, ja, dat is misschien net iets te veel van het goede. Of ik moet gewoon video's gaan opnemen speciaal met trickshots. Dat zou misschien wel kunnen. Ik ga even levenspunt herstellen hier zo. Ja, en dan gaan we nu hier kills maken. Dat is in ieder geval het idee. Kunnen we hier kills maken? Oh ja, ik heb hier in ieder geval kill gemaakt. En kunnen we die ook nog killen? Oh nee, net niet. Net niet. Oh, dat is weer jammer. We kunnen die kill alsnog maken. Ja, dat is dan wel weer chill. En levenspunten herstellen, dat gaat ook wel goed komen. En hier weer een kill. Oké, ja, dit gaat wel goed komen. Ik denk dat we echt vet veel opdrachten nu in één keer kunnen gaan voltooien. Dus even mijn gadget aanzetten. En dan gaan we hier even een kill maken. Ja, en kunnen we die kill ook nog maken? Ja. Lekker hoor. Hier krijgen jullie wat HP erbij. Alsjeblieft. Alsjeblieft, teamgenoten. En weer even gadget aanzetten. Zorgen dat ik weer iets HP erbij krijg. En ik ga nu bijna dood. Maar nog net niet. Ga ik nu dood? Ja, ik ga nu wel dood. Ik kan ook niet heel erg blijven leven. Ja, ik zit helemaal niet gefocust op die edelstenen te spelen. Maar dat komt ook omdat ik geen win hoef te halen. De opdrachten die ik heb zijn puur damage doen. Kills maken. Levenspunten herstellen. Maar ja, het is natuurlijk wel leuk als we daadwerkelijk wel hier een win halen. Want anders is het natuurlijk ook iets minder leuk spelen. Oké, ik ga nu denk ik dood. Ik ga nu dood. Ja, inderdaad. Oké, we hebben nu aftellen. Dan moeten we nu wel die edelsteen eigenlijk weer terugkrijgen. Maar aan de andere kant kan ik met mijn super natuurlijk wel nog er volop ingaan. Oh nee, mijn teamgenoten zijn nu dood. Mijn teamgenoten zijn nu dood. Mijn teamgenoten zijn nu dood. Ik kan nu even mijn super aanzetten. Gaat het nog goed komen? Gaat het nog goed komen? Nee, net niet. Dat is weer jammer. Maar hey, we hebben wel veel damage gedaan. We hebben gewoon weer twee opdrachten voltooid. En daar ging het mij voor nu eventjes om. En dan hebben we 770 tokens erbij. Dan moeten we nog één opdracht halen. En dat is deze opdracht met El Primo en die schadeopdracht. Dus ik ga nu een potje doen met El Primo. En als ik dan ook genoeg schade doe, dan heb ik 500 tokens erbij. En dan hebben we die megadoos ook nog. Dan zijn we echt, waar begonnen we of zo? Ergens in de 30. Helemaal doorgegaan naar 55. Dus we zijn echt super ver gekomen. Dus dat is wel heel erg nice. Ken je me nog? Nou, ik speel met zo ontiegelijk veel mensen, Max. Dus ik kan niet echt iedereen blijven herkennen. Trouwens, we hebben de 1000 likes gehaald. Brawl Stars STH, die zegt 1000 likes. Ja, inderdaad hebben we het gehaald. STH, pro spelen, jongen. En verder, wie zegt nog meer? Ja, sowieso dat mensen zeggen de 1000ste like. Maak het 1000 likes voordat de stream klaar is. Ja, dat hebben we gehaald. Dus dat is mooi. Ja, 1000 likes. Dank jullie wel voor de 1000 likes. Wordt gewaardeerd. Maar we gaan nu nog even een potje doen met El Primo. En dan moeten we gewoon even damage doen. Kramer. Oh, ik was zachtjes. Oh, zachte jas. Zachte jas. Ja, dan ken ik je nog wel. Want daar heb ik net mee gespeeld. Eerste keer in een livestream voor Kramer. Oké, maar nu spelen. En dan als we nu goed spelen en veel damage doen, kunnen we zo meteen dan die megadoos openen. En dan hopelijk krijgen we dan nog wat. Hopelijk sluiten we dan deze stream eventjes goed af. Dat mag dan ook wel voor het aantal werk wat ik erin heb gestoken. Oké, hier damage, damage, damage. Gewoon damage doen. Dat is nu even belangrijk. En voor de rest moest ik kills maken. Volgens mij hoefde ik niet eens per se kills te maken. Ga hier even om het hoekje staan en dan die Jesse aanvallen. Boom, 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 boom. Ja, dankjewel. En die Barley, wat gaat Barley doen? Die loopt zo recht op me af. Nou, dankjewel Barley. Dat is wel even chill. En dan zal ik hier even mijn super inzetten. Dan raak ik ze allebei. Dus dat is ook chill. Ik ga nu wel dood. Maar zo heel veel maakt dat niet uit. Voor mij is het gewoon puur belangrijk dat ik nu even damage doe. Met El Primo moest ik volgens mij kills maken. En voor een edelstenen graai moest ik volgens mij gewoon puur damage doen. Nou ja, het zijn natuurlijk bots, hè. Het zijn bots. Of zijn dit... Ja, ik weet niet of dit bots zijn. En ze lijken me wel verdacht veel op bots. Ik vind ze vrij slecht spelen. We kunnen hier weer even kills maken. Ja, en hier even mijn super inzetten. Oké, ik ga wel dood. Maar maakt niet uit, we hebben weer damage gedaan. En dat is voor mij belangrijk. En mijn teamgenoten kunnen zich dan meer focussen op het pakken van edelstenen. Maar ik denk dat ik niet genoeg damage heb gedaan om zeg maar de opdracht echt helemaal te voltooien. Ik denk dat ik dat net niet heb gehad. We kunnen hier even weer hits doen. En hier weer nog meer hits. En dan heb ik toch weer even wat hits gedaan in de laatste paar seconden. Maar zal het genoeg zijn? Zal ik nu genoeg hebben gedaan? Joen! Dat is altijd wel leuk. Als je aan het eind van het potje precies in de lucht hangt. En oh nee, we hebben 30.000 damage gedaan. Maar het is net te weinig. Het is net te weinig. Maar het volgende potje gaat het wel lukken.
Trouwens, edelstenen graai hoeven we niet meer te doen, want die opdrachten... Oh nee, die hebben we wel gehaald. Nee, met El Primo hoef ik niet meer te spelen. We kunnen trouwens wel even knokbal gaan... Oh nee, 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 dat is trouwens helemaal niet anders. Moet de edelstenen graai doen, dan ga ik wel met Brock spelen. Met mijn nieuwe gadget. Maar Kramer en Max, dank jullie wel voor het meedoen. Dan doen we nog even een laatste potje met de laatste mensen. Leon en Damien. En dan gaan we eens kijken of we nu nog die megadoos kunnen vrijspelen. Daar heb ik bijna alle opdrachten voltooid. Dat is wel echt lijp. Hebben jullie een beetje lage knokkers? Ja, sowieso. Ja, jullie hebben een beetje lage knokkers. Vind ik alleen maar chill. Dan doe ik Crow en Spike. Zullen we Spike doen? Of Sandy is trouwens ook wel nice. We doen wel Sandy. We doen Sandy. Dat is wel goed. En hierna, na dit potje, kunnen we dus die megadoos openen. En dan sluiten we daar deze livestream mee af. ZZ Gamebo zegt, wil je 5 euro? Nee, dat hoeft niet. Als je 5 euro aan iemand wil doneren, doe dat dan via de link in de beschrijving. Team Seas, die kan het beter gebruiken. Dat, die zorgen voor dat afval in de zee en zo wordt opgeruimd. Al dat plastic wat daar ligt. Dan kan je het beter daaraan doneren dan aan mij. Oké, okay, maar Leon, als je op ready kan drukken, dan zou dat heel erg nice zijn. Dat wordt gewaardeerd als je dat doet. Maar hij is volop aan het typen. Mag ik als vriend, please? Ja, sorry, mijn vriendenlijst zit vol. Dus dat is een beetje balen. Wat heeft Leon allemaal gezegd? No way, de eerste keer in jouw livestream. Oh, Leon, oh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Kijk, de aanhouden wint, hè. Gewoon elke keer proberen. En dan vroeg of laat gaat het je een keer lukken om mee te doen. En Leon en Damien is het dus nu gelukt. Dan moeten we nu natuurlijk wuifjes gaan winnen. Eens kijken of dat gaat lukken. Die kaboom! En dat was al meteen een hit. En ik wil eigenlijk even die... Weet je wat? Ik ga de muurtjes even aan hun kant kapot maken. Dat is wel het chillen van deze gadget. Want dat kan je dus wel daar goed mee. Je kan die gadget, hij doet niet extra damage. Maar je kan er wel goed muurtjes kapot mee maken. Maar ik ga nu even gefocust spelen. Want dit gaat nog niet heel erg lekker. Daar zit niemand meer in de bosjes. Hier even weer een hit. En dan zal ik hier even... Oh no, ik wou dat muurtje daar kapot maken. Kan op deze manier alsnog. Ja, dat kan alsnog. Nu moeten we die Crow even pakken. En die loopt daar best wel goed weg. Oké, nice. Leon heeft daar nu een kill gemaakt, dus dat is mooi. Moet even hier om het hoekje een hit doen. Ja, dan heeft die Squeak weer wat minder levens. Dus dat is ook mooi. Oké, we gaan prima. We gaan prima. We staan nu weer voor. Ah, nu niet trouwens niet meer. Nee, we staan nu niet meer voor. Ik ga trouwens die niet pakken. Oh, Sandy liep daar nog. Oh lol, ik dacht even dat hij dood was. Maar dat is hij dus niet. Oké, nice. Dat waren twee goede hits. Dan hebben wij nu volledige controle. Kunnen hier even mijn super neerzetten. En die Crow, wat gaat die Crow doen? Oh, die deed dat ook wel slim trouwens. Dan gaat dit nog maar net goed. Leon, die overleeft dat nog. Dan, oh, dit is wel een spannend potje. Mooi potje tot slot. Het maakt trouwens niet uit of we winnen of verliezen. Winnen zou wel leuker zijn. Maar qua opdrachten maakt dat niet zo heel veel uit. Want hoe dan ook, hierna hebben we, zeg maar, de megadoos waar het mij om gaat. En die Crow, ja, die heb ik nu. Dus dat is lekker. En kunnen we die hebben? Ja, die hebben we nu ook. En hier mijn super. En die Lola hebben we dan ook. Oké, nice. Dan kunnen we nu aftellen. Maar dan moet je wel levend blijven. Wel levend blijven. Dat is voor nu even belangrijk. Ja. Oké, top. En die Crow die had volgens mij wel de super. Dus het zou kunnen dat die Crow zo meteen met de super hierin komt. Ja, dat doet hij inderdaad. Oké, maar hij is dood. Dus dat is het mooiste. En nu is het gewoon een kwestie van overleven. En dan hebben we het gehad. Damien en Leon, dikke shout-out naar jullie. Goed gespeeld. En die opdracht met Damien, ja, dat was niet zo moeilijk, hè. Die hebben we nu ook voltooid. Dus dat betekent dat we nu gewoon helemaal hier zijn in de Brawl Pass. 55 hebben gehaald. Maar dan gaan we nu de laatste rewards claimen van deze livestream. En hopelijk krijgen we dan nog even iets goeds. Dan gaan we nu van klein naar groot. We beginnen met de knokdoos. Dan de grote doos. En dan de megadoos. Met de hoop dat we nu iets gaan krijgen. Wat denken jullie? Gaan we nog iets krijgen aan het eind van deze stream? Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Maar wat denken jullie? Gaat het lukken? Oké, ik ga drukken in 3 seconden. 3, 2, 1 en... Nou, trouwens, dat weet je nog niet helemaal zeker bij een grote doos. Maar 42 coins is te veel. Eigenlijk, als je heel weinig coins hebt, dan weet je wel zeker dat je iets krijgt. Maar ik heb het fout, we gaan iets krijgen! Oké, dan doen we tot slot nog een poll. Ik heb al een gadget gekregen. Ik heb al een sterrenkracht gekregen. Maar wat gaan we nu krijgen? Gaan we een gadget krijgen? Sterrenkracht.
of een knokker. Jullie mogen stemmen. Vraag uit je community. Ik hoop echt dat we tot slot nog een knokker kunnen krijgen. Zou mooi zijn. En voor degene die begin van de stream hebben gemist. Yo, dan ben ik groot en nu ben ik weer klein. Ja, dan kan je zo de hele tijd switchen. Nee, oké, okay, maar nu even gefocust. 69% denkt dat ik een knokker ga krijgen. Oh, dat zijn trouwens nog maar 83 stemmen. Het heeft altijd even wat laadtijd nodig. Hier, Bram die denkt dat ik Leon ga krijgen. Hier, Zion die denkt ook dat ik een knokker ga krijgen. Ik hoop ook op een knokker. Weet je wat? Ik laat jullie niet langer in spanning. 72% denkt de knokker. 74% denkt nu zelfs een knokker. We gaan drukken in 3 seconden. 3, 2, 1. En het is een gadget. Oh man. Het is de gadget van Rosa die wel heel erg chill is. Maar het is eigenlijk niet wat je wil hebben. Oké, dit is balen. Maar hey, we hebben nog een megadoos. Daarin kan het nog gaan gebeuren. Dus hopelijk gaan we uit deze megadoos wel 6 resterende items hebben. En die hebben we. Dan kunnen we nog steeds een knokker krijgen. Hopelijk krijgen we alsnog iets. Hopelijk krijgen we alsnog iets. Weer een mazzel. We hebben wel al 2 gadgets en een sterrenkracht gekregen in deze stream. Maar nog geen knokker. Als we nu een knokker krijgen, dan maakt het het af. Dan hebben we toch even een super stream gehad. Mac, Colin denkt dat we Mac gaan krijgen. Ja, een legendarische knokker zou zo ziek zijn. Volgens mij heb ik nog steeds geen 1 legendarische knokker op dit account. Terwijl ik al best wel dozen heb geopend in de tussentijd. Maar oké, okay, we gaan gewoon drukken. Ik wil het nu weten ook. En het is een sterrenkracht. Het is een sterrenkracht. Wel de 2e sterrenkracht die ik heb. Dus dat is mooi. Want ik had nog geen 1 sterrenkracht op mijn hoofdaccount. Oh nee, op mijn free-to-play account bedoel ik. Maar nu heb ik dus een sterrenkracht voor Shelly en voor Nita. Dus dat zijn de sterrenkrachten die ik nu heb op dit account. Dus dat is wel erg nice. Dus dan voor de knokkers die ik kracht level 9 heb, heb ik nu voor beide ook een sterrenkracht. Maar geen nieuwe knokker gekregen. Dus dat is wel een beetje jammer. Ja, dat is balen. Nou ja, we hebben in ieder geval wel heel veel krachtpunten verzameld. Mooi wat gadgets, sterrenkrachten en mooi wat edelstenen. Zodat we in de volgende season eventueel de pass kunnen kopen. Maar hey, dat was dit voor deze livestream. Bedankt jullie voor het kijken. En heb ik tot slot nog inderdaad 1 ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Joejoe!